Nou, ik sta hier in een heel klein laantje. En als je goed kijkt, je kijkt zo tussen de bomen door, dan zie je dat het een heel recht pijplaantje is. 100 jaren terug is dit aangeplant. Voor de mensen die, ja, de dames, iedereen met de koetsjes rijden hier op de Veluwe. Het was vrij ontbost, weinig bomen. Ja, en als je dan een bruine huid kreeg, dan was je werkende klasse. Dan werd je gewoon gezien als arbeider. Dus ja, de rijke dames moesten een beetje bleek blijven. En daardoor werden dit soort kleine laadjes aangeplant. Dus twee kleine beukjes aan weerszijden. Ja, laat je dat 100, 200 jaar groeien, dan wordt het een enorme lerpen die hier omhoog groeien. Samen vormen ze één hele grote boom, kun je wel zien. Hè? In het midden zitten nauwelijks takken. Maar ja, op een gegeven moment worden ze oud. En het probleem met oude bomen en vooral met beuken is dat ze de grond een beetje zuur maken. Doordat ze eigenlijk een heel dik pakket maken, kunnen hier geen nieuwe bomen meer tussen groeien. Dus als er nu een boom omvalt, hierachter heb ik een heel mooi exemplaar. Die is eigenlijk al pas eruit geknald. Die ligt er dan helemaal naast. Ja, dat is wat er gebeurt. Hier kunnen we eigenlijk geen nieuwe boom meer terugplaatsen. Maar ja, maakt het wat uit. Dit is natuurlijk te gek voor spechten. Ik zie al een aantal plekken dat er al wat dode takken in zaten. Dat ze dat al hebben geprobeerd. En wat we eigenlijk doen is, je kan niet zo'n hele bomenlaan weghalen. Dat is toch een beetje cultuurhistorie. Dat vinden we jammer. Wat we doen met de bomen die heel slecht zijn, dat we eigenlijk al de takken eruit halen. Dat ze niet zo naar beneden vallen. Dat ze op je terecht kunnen komen. Maar wel gewoon dat de spechten, de boomarters die dan weer in de holletjes van de spechten gaan zitten, dat zij hier een broedplekje hebben. Maar dat we toch dit stukje cultuurhistorie kunnen bewaren. Nou, kijk. Deze boom was natuurlijk eigenlijk al geïnfecteerd voordat hij omviel. Dat kan je daarboven al zien, dat is al langer. Terwijl als je hier kijkt, zie je nog de verse knoppen van dit jaar. En als een boom geïnfecteerd is, dan komen de schimmels in. En dat is het moment dat heel veel kevers hun larven in zo'n boom kunnen plaatsen. Dus hier al die gaten, dat zijn vaak plekken waar kevers, insecten hun eitjes leggen. Op dat moment komt de specht er eigenlijk in. Die boom moet altijd vaak wel een beetje geïnfecteerd zijn. En hier heeft hij geprobeerd om of een hol alvast of een nestruimte uit te hakken. Misschien is hij daarna omgekukeld, dat weet ik niet. Maar diep gaat hij nog niet. Het is te diep om echt op zoek te zijn naar insecten, maar beginnende holletje.